Ja mensen, het is nu beginnen te wat af te koelen. Ben ik ook even naar buiten gegaan. Mijn maatje Chrisje is al meer dan een half uur al weg bij mij. We hebben nog een half uur buiten gezeten. Ik en mijn buurman. Goeie gesprek gehad en al. Alleen wat mij wel een overwinning gevoel heeft gegeven is dat ik heb gewonnen tegen Alice. Echt waar. Iedereen gaf van chapeau hoe je dat hebt aangepakt en al. Dankjewel. Ja, zij zat terug in onze gemeenschappelijke ruimte. Terwijl dat zij daar totaal niks meer te zoeken valt. Wat moet die dan nog in de gemeenschappelijke ruimte zijn? Want ze is er al meer dan 20 dagen weg. Ah. En dan zegt zij... Ja, ik moet mijn waterstand opmeten. En dan zegt zij ook van... Ja, mijn water is afgesloten. Al sinds begin van deze maand. Ja. Heb je dan nog te zoeken dan in die kot? Als je toch het water al is afgesloten. Dat betekent dat je het watermeterstand toen ook al hebt doorgegeven. Dus. En dan nog een keer. Dus ik zag het voor de eerste keer gebeuren. Oké. En dan ging ik en mijn maatje Chrisje ook terug naar de grote ruimte toe. Dan zag zij in een keer opnieuw dat zij de gemeenschappelijke ruimte ingaat. Zeg, daar klopt iets niet. Dit ga ik in mijn klacht ook gaan doen nog bij Cordium. En op een gegeven moment stond ik voor de gemeenschappelijke deur met mijn beide armen gekruist. En dan, heb ik gezegd van ja, ik heb tijd tot morgenavond, want ik heb morgen verlof. En toen was ze in een keer vertrokken. Ik ben niet voor haar ogen verwijderd. Ik stond daar met mijn ogen wagenwijd open, armen gekruist. Zo stond ik daar. Je gaat hier niet meer in. Want ze wou nog een derde keer daarin gaan. En wat wij dan ook nog hebben gevonden is water. Water op de grond. Niemand, behalve ik, van het blok, neemt daar water uit die kraantje. En dat weten ze. Ganse blok. Gewoon van, ik pak daar het water voor bijvoorbeeld voor een voetbadje te vullen met zo warme temperaturen. Maar dan pak je dat water van mijn kraantje uit. Dus het is heel raar dat daar in één keer water lag. Dat ik al 3-4 weken al daar al geen water ook al meer had genomen. Mijn kraantje drupt niet, want die wordt altijd heel goed vastgedraaid. Dus echt heel rare dingen van Alice. Waar ik dus totaal niet aan uit kan, maar ik heb wel gewonnen. 1-0 voor mij nu deze keer. Mwahaha. Maar dan gaan er nog wel meer meter komen. Allee. Ik ga jullie nu laten. Ik ga jullie laten. En dan sluit ik zelfs de vlog nog af. Want ik ga hier nog even binnen bij de nachtwinkel Joy Express. Dan ga ik nog gauw iets kopen. En dan ga ik terug richting mijn thuis. Zo, ik ben terug buiten bij die winkelken. Dus ja, ik vind het allemaal een raar gedoe. Rond haar. Maar deze keer ben ik niet eens gewijkt. Ben ik niet naar binnen gevlucht. Ben ik gewoon continu voor haar ogen blijven staan. Echt waar. Ik laat mij niet meer impeteren. Of zo, hoe ze dat ook noemen. Of commanderen. Door haar. Nee, doe ik niet meer. Als zij nog pro wil zoeken... Oké, dan krijgt ze ook nog prul. En dan krijgt ze ook nog moeilijkheden. Punt uit. Ik laat mij echt niet meer doen. Dus, dan weten jullie dat ook. En, als het nog een keer is gebeurd, blijf gewoon voor haar ogen staan. En, het wijk... Weet ook nog altijd een klein beetje ongeveer dat ik daar ook nog altijd problemen mee heb. Maar nu ga ik verder wandelen naar mijn thuis toe. En naar mijn appartementje toe. Daar nog wel naar dingen kijken.
Dat stuk tv, wat ik gisteren niet heb kunnen kijken omwille van dat ik naar Tamara en Mano ben geweest. En dat dan ook nog Chrisje een overnachting heeft gedaan. Tot vandaag, tot 9:00 is ze nog dan bij mij gebleven. En dan hebben we zo de mooie 4 dagen kunnen afsluiten. Want ze was thuis donderdag, vrijdag, zaterdag en vandaag zondag. 4 dagen aan een stuk, maatje. Het was tof. Het was leuk. Maar één minpunt van dit hele keerzijde is niet door jou hoor, Chris. Maar is het door de tijd. Daar ben ik een klein beetje lastig op. Waarom? Als je je zo amuseert. Waarom moet dan de tijd juist echt gaan beginnen te vliegen? Als je iets niet leuk doet. Dat duurt dan uren aan een stuk. Als je iets leuks doet. Paf. 1 uur al verder. Paf. 2 uur al verder. En nu in één keer. Paf. We zijn 4 dagen verder. Omdat we zo ons geamuseerd hebben. Zo ons geamuseerd hebben. Tot en met. En ja. Ik ben ook nog niet op de locatie geraakt voor de Q&A op te nemen. Het kan zijn dat dat morgen gebeurt, maar dat is maar een kleine kans. Dat ik nog andere zaken nog op het programma heb staan. Voor 's middags al, begint het al. Want ik ga dan ook naar ik wou zeggen Altecorner naartoe. Nee, ik ga niet naar Altecorner naartoe. Ik ga gewoon dan naar Cordium toe. Cordium. Om daar ook nog allemaal te zeggen van wat doet Alice nog in onze gemeenschappelijke ruimte. Heeft ze daar nog echt toestemming voor daar binnen te gaan? Ja of nee? Dat kom ik allemaal morgen te weten. Dat kom ik echt morgen te weten. Want ik laat het daar niet bij. Nee. Deze keer gaat deze neer als vechten. Vechten waar ik woon. Vechten voor leuker leven. Wat ik nu ook al begin te hebben. Leuker leven. En al. Joepie. En ja. Het probleem is. Ik moet dus een ander programma ook zien te vinden. Voor echt aan de slag te gaan. Ook om te renderen. En al. Ik begin het meer en meer aan terug al te zien. Dat mijn audio. Niet overeenkomt met mijn mond. Dat is heel raar. Ik ga achterzoeken waar het aan ligt. En ik hoop dat ik het snel heb teruggevonden. Maar tegen die tijd, jammer genoeg, als het nog gebeurt, mijn excuses ervoor. Mijn oprechte excuses ervoor. Ja, ik heb niet zo'n echte vlogarm, zo gelijk de beste vlogger van Benelux. Dat heb ik dus niet. En ja, het begint ook te korten. Ik ga hem binnenkort zien. Dames en heren. Ik ga het sowieso al aankondigen. Wie al sowieso in mijn vlog gaat komen. Jawel, dames en heren. Een hele bekende. Die echt bekend is zowel in België als in Nederland. En heeft ook vakantiehuisjes in Spanje aan de Gardameer. Wat heel leuk is. Tof. Heeft zijn eigen huis sinds kort pas gekocht, maar woont er nog niet in. Dames en heren, wie ik mag aankondigen is. Jawel. Enzo Knol. Enzo Knol zal binnenkort hier in mijn vlog tevoorschijn komen. Maar 1 keer. Vind dat tof. Vind dat heel, heel, heel tof. Joepie. Dus ga hem ontmoeten in Antwerpen. Met. Jawel. Ik wil het ook al vrijgeven. Ik ga ook een taart kopen voor hem. Een taart. Met er iets op. Ik ga sowieso zeggen. Ik kan nog niet te veel vrijgeven. Wat op die taart staat. Waarom niet?
Het moet ook een verrassing ook blijven voor hem. Het moet echt een verrassing blijven ook voor hem, want het gaat echt een hele leuke verrassing zijn. Maar één minpunt. Ik moet het ook op locatie krijgen. Heel. Ik hoop dat op die dag mag het ook niet te warm zijn. Dan ga ik echt problemen hebben om het tot daar te krijgen. Maar ik ga ook proberen nog overleg te doen met de bakkerij. Kijken met de bakkerij als hun ook oplossingen hebben of zo voor het tot op de locatie aan te krijgen. En nu moet ik niet zessen! Ik moest niezen. Oh, mensen, wie gezondheid heeft gezegd, heel veel bedankt. Oh, ik moest echt hard niezen. Atjoe! Oh, ik ben wel blij dat ik nog zo'n wandelingsknip heb kunnen maken van het centrum en terug. En dat ik toch nog een redelijke vlog heb kunnen maken. Ondanks dat er toch heel weinig is gefilmd. Wat hebben we eigenlijk vandaag gedaan? We hebben vandaag wat gejatseed. Ik, Chris en Cindy. En na die jatsee hebben ik en Chris dan ook nog ervoor Uno gespeeld, daarna Uno gespeeld. En ja, op een gegeven moment stopt het ook met spelen. Wie is er gewonnen? Ik weet het niet. Maakt ook niet uit. Het was voor plezier dat we hebben gespeeld. En dan hebben we nog gewoon buiten gezeten. Oh, lommerte. Lommerte. Dat doet deugd. Want ik ben helemaal bezweet. Een lekkere wandeltorske. Van tot hier in. Tot van hier tot in Tokio. Nee, van hier tot centrum en van centrum terug naar mijn thuis toe. Alles, kom maar nog naar even mee. Ben ik nu even de sleutel aan het zoeken voor binnen te geraken. Zonder sleutel geraken we niet binnen, hè. Nee, hè. Nee. Oh, en hier in de gang is het lekker fris. Doet goed. Ziet ze mijn voorhoofd helemaal bezweet. Oh. En ja, ik betaal ervoor. De lift. Hey mensen, alles goed? Jawel. Ziet, ik ben nu naar jullie aan het vloggen, maar via andere kant. Hey. Ja. Mag toch ook wel eens lollig doen, hè mensen? In mijn vlog. Want anders is het nog zo'n goede vlog, hè? Als ik het eerst raar kan doen of humoristisch kan doen. Gewoon nog eens doen. Ik ben aan het denken. Aan het denken wat ik nog kan doen. En ja, hier op mijn appartementje is het goed donker om alles goed dicht te houden. Om de warmte dan buiten te houden. Oh. Handjes. Ja. Voilà, ik heb even weer al een goofie nagedaan. Alsjeblieft. Mijn computer. Ziet hij vandaag nog uit. En ik zie dan mijn vlog morgen in elkander. Echt waar, morgen. Awel. Ik hoop dat jullie van mijn avondwandeling ook nog hebben genoten. Van de warme avondwandeling, moet ik wel nog eerlijk toegeven. En ik kijk er niet goed uit. Godverdomme. Dat ik zo sweet. Fucking hell. Oh. En ik moet mijn neusjes nutten. Ja, ik ben hier de Tour de France bezig. Waar kan ik jullie nu nog tegenzetten? Even denken. Ik heb hier nog iets. Ja, Chrisje, merci voor dat te gebruiken. Ik heb even wel voor de licht staan. Sorry mensen, jullie weten, ik heb gisteren geniest. En ik heb geen zakdoek bij, dus ik ga nu mijn neus nutten. Voilà. En dan morgen in de vuilbak gooien.
Morgen? Nee, nu. Nu gooi je dat even in de vuilbak. Raarde van alles ligt in de vuilbak. Ik ben nog niet eens naar mijn bagging moeten gaan voordat het echt in de vuilbak ligt. Nee, dat staat nu ook sinds kort. Even maar een vuilbak. Oh, mannetjes, mannetjes, mannetjes. Even mijn schoudertasje uitdoen. Dit hier, mijn heuptasje, of hoe jullie dat ook noemen. Riemtas, heuptas, noem maar op. Ik moet morgen per geluk ook niet gaan werken. Ik heb een dagje congé. En dan ga ik een me-time houden. Wat houdt een me-time in? Dat ik niet te veel ga doen. Ik heb de afgelopen 3 dagen, 4 dagen redelijk veel gedaan. En ook veel stilgezeten, omdat het ook warm is. Dus, nu nog gauw een douche nemen. En dan mijn bedje kruipen. Dan nog wat paar serietjes kijken. En dan zit het achter weer al op. Maar ik ben wel nog eens aan het vergeten hier in mijn woongedeelte. Een valasse, de lichten uit te doen. En dan hopen dat ik nergens tegenaan loop met mijn blote tenen, blote voeten. Want ik heb geen sokken aan. Oh, fucking hell, man. Wie heeft die warme temperaturen uitgevonden? Ja, moederke natuur, hè. Moederke natuur. Oh, Jezus Maria Jozef. Ik ga mij nu een lekkere, frisse douche nemen. Geen warme, maar een frisse douche. Oh yeah. Dat moet hier wel niet staan. Dit, hè, bedoel ik dan mensen. Dat hier niet moet staan. Voilà, jullie hebben het nu gezien. Ja, die staat hier s'nachts aan. Ik heb die wat zuiver gemaakt. Niet met water, hè. Niet met water. Zo ben ik ook nu weer al niet. Maar ik heb hem wel zuiver gemaakt voor de her te gebruiken. Ik ga nu een heerlijke douche nemen. Echt waar, ik heb echt een heerlijke douche tegemoet. Voilà. Want ik wil echt een frisheid hebben, een frisse gevoel, vooraleer dat ik echt ook in mijn bedje ga kruipen. Dus, voilà. Wacht, hè. Ik ga jullie trek meenemen. En ik vind het iets heel raars dat die mat hier staat, is geplooid. Ik moet de goeie aan het leggen met mijn voeten. Voilà, mijn douchekop staat er. En dan ga ik mij eens lekker douchen. Even kijken. Oh, voilà. Ik ga eens deze keer het riskeren om de douchegordijn eens even open te houden. En dan zien jullie hoe ik mij lekker doucht met fucking hell ijskoud water. Dat is nu gezond. Dus probeer in een minuut altijd ijskoud water over u te laten lopen en al. Ik ben nog iets aan het vergeten. Een washandje. Dat is gezond, mensen. Echt waar, dat is echt heerlijk gezond. Dus, wat gaan we doen? Het volledig op ijskoud zetten. Dan mijn douche te goed zetten. Oh, fuck it. Dat is koud, dat is koud, dat is koud, dat is koud, dat is koud. Oh, fucking hell. En dat moet dan helemaal over mij lopen, hè. Fuck. Jezus Maria, Jozef, echt waar. Hoe ga ik dat overleven? En zo, hoe doet jij dat fucking hell? Zo ijskoud water over je laten lopen. Zo'n minuut lang. Oh my fucking god. Oké. Alles goed gespoeld. Oh. Oh, 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 Jezus Maria Jozef. Oh. Oh, Jezus. Oh, 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 Jezus. Yes, fucking. Oh!
Jawel mensen, je bent echt ijskoud water bezig. Echt waar man. Holy shit man. Jezus. Nu eerst mijn haarkens wat wassen. Holy shit man. Echt. Vanessa, mijn haarkens goed inzepen. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Wat liedje was ik aan het zingen mensen? Ja. Let's go. Let's go. Oh, fuck. Ik hoop, echt waar mensen, dat ik mijn minuutje heb gehaald. Dus ik ga nu echt waar mijn vlog afsluiten, of anders gaat het hier echt te nat worden, want het is hier al echt al een grote plas aan het worden voor mijn douche. Kijk, ik ga de twijfel even leggen, dat die het water kan, even kan opslorpen. Voilà. Dus ik hoop dat ik mijn minuutje heb gehaald. Toppie. En nu ga ik me even verder douchen. Ik heb me gisteren al goed gedoucht, vandaag ging ik me opnieuw goed douchen. Omwille van dat ik echt heel hard heb gezweet. Maar ik heb wel echt, denk ik, wel mijn minuutje gehaald met mijn koud water. Dus dankjewel om weer een deel uit te maken van mijn leven. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie zowel op de hoogte voor een livestream, voor een nieuwe vlog of een nieuwe video. Dus ik zeg niet vaarwel, maar wel tot morgen! Misschien op locatie, live, maar misschien ook niet. Ik kan niets, maar ook niets beloven. Voilà, ik heb het even luid gezegd. Sorry dat ik het zo luid heb gezegd. Anders verstaan sommige kijkers mij niet. Dus ik kan niets beloven. Sorry met die niets. Dat ik dat zo hard roep. Voilà. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot morgen. Ik heb weer verder. Lekker douchen. Yeah. Lekker douchen. Dem. Allee, tot morgen. Nu officieel, want ik kom nu naar jullie toe. Later.